Wij zijn een ingenieursbureau op het vak van stromingsleer. En we zijn gespecialiseerd in met name aerodynamica, luchtstromingen. En wij maken aerodynamisch ontwerp voor onze klanten in de voertuigen- en sportartikelensector. En daarnaast zijn we actief in de proces- en medische sectoren. En maken complexe stromingen inzichtelijk. En verder voeren we ook onderzoek uit naar binnenklimaat, in datacenters, grote kantoorruimtes en cleanrooms. En de meerwaarde van ons bedrijf ligt vooral in onze korte doorlooptijd voor onze windstudies. We doen deze windstudies binnen 2 tot 3 weken. En daarnaast hebben we inmiddels 15 jaar ervaring in de sector. En voeren we zowel in binnen- als buitenland meerdere studies uit. En daarnaast bieden we ook volgens de architecten onze klanten online tool aan waarin zij zelf het ontwerp van hun gebouw kunnen testen tegenover de wind en wat het effect is van hun nieuwbouw. Ja, we staan vandaag voor het project De Grote Beer in Rotterdam. En we hebben een windstudie uitgevoerd voor de firma Dura Vermeer. En we zijn gevraagd door hun om het windklimaat in de omgeving inzichtelijk te maken. En we doen dit omdat voornamelijk hoogbouw in het stedelijk gebied kan zorgen voor sterkere versnellingen van de wind. En die kunnen vervolgens leiden tot wind en windgevaar. En we hebben voor dit specifieke project gekeken naar het windklimaat om het gebouw heen. En dan met name naar de entrees hier in de omgeving. Om te zorgen dat men zowel naar buiten als naar binnen kan treden zonder hierbij hinder of gevaar te ervaren. En eigenlijk de resultaten uit het onderzoek die tonen aan dat er geen windgevaar en ook geen windhinder zal plaatsvinden voor de voetgangers die het gebouw zullen passeren of zullen binnentreden. Ja, momenteel zijn we vooral bezig met het maken van steeds meer grotere simulaties. En dan heb ik het over grootstedelijke gebieden, dus we kunnen gehele steden doorrekenen. Maar daarnaast ook havens, luchthavens, om zo windkaarten te maken, om het windklimaat inzichtelijk te maken op die locaties.